denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Rijen ondenkbaar ijle populieren als hoge pluimen aan den einde staan. Zo begint Hendrik Marsman zijn gedicht dat de uitgestrekte Nederlandse borders beschrijft. Net zo karakteristiek aan dit landschap als de sloten, molens en groene weilanden zijn de koeien die hierin rondlopen. Het beeld van grazende koeien is echter de laatste jaren steeds zeldzamer geworden. Vanwege efficiëntie en gebrek aan ruimte gaat de koe steeds vaker op stal. Wetenschappers verwachten echter dat door recente biotechnologische ontwikkelingen hier verandering in kan komen. Ik denk dat binnen afzienbare tijd de weilanden weer vol zullen staan met koeien. Groene koeien. Bioloog Ad Groen doet onderzoek naar de groene koe. Een koe die net als een plant door fotosynthese haar energie uit het zonlicht haalt. Koeien op zonne-energie. Deze technologie werd voor het eerst mee geëxperimenteerd. Ik denk dat dat nu zo'n 3 jaar geleden is aan de Universiteit van Leiden. Dat begon natuurlijk in het lab met de embryo's van zebravissen. Die werden dan geïnjecteerd met bladgroenkorrels. En onder de microscoop kon dan precies bekeken worden wat de processen waren in de cel, hoe de bladgroenkorrels werden geaccepteerd enzovoort. Aan de hand van die onderzoeken is de basis gelegd van deze technologie. Dus in dit laboratorium hebben we zebravis embryo's geïnjecteerd met bladgroenkorrels, chloroplasten. Chloroplasten zijn de energiefabriekjes eigenlijk van de plant. Zetten zonlicht om in glucose. Die glucose gebruikt de plant dan om te overleven. En door deze bladgroenkorrels in te spuiten in zebravis embryo's was het doel om een plant-dier hybride te creëren die dan niet meer hoefde te eten, maar alleen van zonne-energie kon leven. De chloroplasten zijn onttrokken uit de Amaranthus, dat is een woestijnplant met zeer efficiënte fotosynthese. Deze woestijnplant kan in korte tijd, als het even regent in de woestijn, een turbofotosynthese doen en daardoor in een paar dagen enorm hard groeien. En door deze chloroplasten dan in te spuiten in de vissen, kan deze vis ook aan deze efficiënte fotosynthese doen. Uiteindelijk slaagden we erin dat de vissen 87% van de glucosebehoefte uit zonne-energie haalden. En daarmee was dan de basis gelegd voor deze succesvolle technologie. Toen met behulp van de zebravissen de basis van deze technologie eigenlijk is gelegd, alle processen die in de cel afspelen in kaart waren gebracht, toen kon men zich afvragen. Ja, wat zijn de praktische toepassingen? Op wat voor dieren kun je deze technologie gebruiken? Nou, ik doe zelf op dit moment onderzoek naar het toepassen van deze technologie op koeien. Zoals we weten zijn koeien bijzonder belangrijk voor onze samenleving. Een belangrijk deel van onze vleesvoorziening, maar ook de hele zuivelindustrie is afhankelijk van de koe eigenlijk. Dus we zijn nu aan het kijken hoe we het gebruik van fotosynthese in dieren kunnen toepassen op de koe. De overgang van de zebravis naar de koe en daarmee eigenlijk dus ook van het lab naar het weiland, dat was een erg moeilijke overgang. In onze beginfase vielen de resultaten erg tegen. Je zag bij koeien wel wat kleine groene vlekjes ontstaan waar bladgroenkorrels werden geaccepteerd door de huid. Maar uit al onze metingen bleek dat het glucoseniveau nog erg laag was. Er werd gewoon nog heel weinig energie vanuit de zon omgezet in glucose. Die efficiëntie hebben we de laatste maanden sterk kunnen verbeteren.
Je ziet het al direct. De vlekken van de koeien met de lichtsensitieve huid worden veel groter. Maar we zien het ook in onze metingen. De energieomzettingsefficiëntie gaat omhoog. Alle glucoseniveaus zijn veel hoger. Ik denk dat als het zo doorgaat, dat we aan het eind van het jaar, dat de gemiddelde koe hier ongeveer 50% van zijn energie uit zonlicht kan halen. Interessante wetenschappelijke resultaten. Maar zitten de boeren wel te wachten op dit soort hybride koeien? Heeft dit nieuw ontwikkelde dier ons iets te bieden? Nou, de resultaten die we geboekt hebben, ik denk dat die enorme gevolgen kunnen hebben voor de boeren, voor de hele veehouderij eigenlijk. Wat bijvoorbeeld een heel opvallend resultaat was, wat wij ook niet hadden verwacht, was dat de melkproductie bij de koeien enorm toenam. Bij sommige koeien tot wel 60% extra melk. Dat zijn natuurlijk fantastische resultaten. Daarbij hoeft de boer minder voeding te geven aan de koe. De koe haalt gewoon een belangrijk deel van zijn energie direct uit zonlicht. Zet het om in glucose. Daardoor kunnen ook veel meer koeien op een hectare gras staan. Dus ik denk dat het steeds efficiënter weer wordt om de koe terug het weiland in te plaatsen. Staat het in het zonnetje, haalt energie eruit. En ik denk dat dat ook bijdraagt aan het cultuurlandschap. Dat het bekende plaatje van de koe in het weiland weer steeds vaker gezien beeld wordt in het Nederlands landschap. Het zou fantastisch zijn als dit soort Hollandse weilanden binnenkort weer helemaal vol staan met koeien. Net iets anders dan vroeger. Iets groener.